In deze video ga ik precies uitleggen hoe je een extern scherm, zoals hier, kan aansluiten op je MacBook. Want je wilt er natuurlijk voor zorgen dat alles perfect is ingesteld. En als je MacBook hier staat en je haalt je muis die kant op, dat die hier gelijk doorloopt. En er zijn verschillende mogelijkheden om je beeldscherm goed in te stellen. En in deze video ga ik precies die mogelijkheden laten zien. En voordat we verder gaan, we maken verschillende video's over Apple. Dus als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's en gewoon goed bij je wilt blijven, klik dan even op de abonneerknop, want dan mis je natuurlijk helemaal niks meer. En ben jij zo meteen de collega die alles weet. Oké, ik heb hier dus het beeldscherm staan en daarvoor heb ik verschillende kabels. Waaronder deze USB-C kabel. Want het is namelijk zo, als je met een MacBook werkt, dat je dan alleen maar USB-C aansluitingen vaak erop hebt. Wat oudere modellen hebben nog wel HDMI, maar dit model heeft dus alleen maar twee USB-C aansluitingen. En daarom is een beeldscherm zoals deze super handig. Want als je namelijk de USB-C kabel aansluit, dan wordt je MacBook gelijk opgeladen en het beeld wordt doorgegeven. Maar als je nou niet zo'n USB-C beeldscherm hebt, dan heb ik hier ook een heel erg handig adaptertje. En die kan je ook gebruiken, want er zit namelijk ook nog een keer HDMI op. En die sluit je dan aan en dan gaat het naar je beeldscherm toe. Dus dat kan je ook gebruiken. En deze adapter zorgt er ook nog een keer voor dat je MacBook tegelijkertijd wordt opgeladen. Dus dat is ook wel echt een handige tip. Zorg dat je zo'n adapter hebt, want anders hou je namelijk best wel weinig aansluitingen over. Zeker met zo'n MacBook als deze heb je maar twee aansluitingen. Dus als ik dit adaptertje gebruik en ik kan hem niet tegelijkertijd opladen, wat dus wel met deze kan, dan is het natuurlijk lastig, want dan moet je die andere gebruiken om hem op te laden. Nou, ik zit dus nu op de MacBook en ik ga laten zien hoe je naar de beeldscherminstellingen kan gaan. Want hij staat nu verkeerd ingesteld. Als ik nu mijn muis die kant op haal, dan gaat hij niet verder, dus dan stopt hij. En ik wil natuurlijk dat het op dit beeldscherm uitkomt. Dus ik ga eventjes laten zien hoe je bij de beeldscherminstellingen komt. En dat doe je op de volgende manier. Wat ik zelf vaak doe is command spatie. Dan heb je namelijk de spotlight en dan kan je gelijk op zoek gaan naar beeldschermen. En in het Engels is het natuurlijk display. Dus ik ga nu naar beeldschermen. Mocht het nou niet lukken om zo de beeldscherminstellingen tevoorschijn te krijgen, dan kan je ook rechtsbovenaan op het Apple icoon klikken. Dan vervolgens op systeemvoorkeuren. En dan kan je vervolgens hier zo op het knopje beeldschermen klikken. Dan kom je er ook op uit. En dan opent er een venster dat er zo uitziet. En het zou natuurlijk kunnen dat hij op het andere beeldscherm terechtkomt. Ik heb hem nu hier even heen gesleept. Mocht je dit scherm nog niet hebben, dan staat hier aan de rechterkant het knopje Order Vensters. En als je daarop klikt, dan komt hij ook tevoorschijn. Dus dat is wel handig om te weten. En nu zie ik dit beeldscherm hier zo staan. En hier heb ik ook het knopje Rangschikking. Daar ga ik nu even op klikken. Want nu zie je namelijk twee schermen naast elkaar staan. En als je erop klikt, dan zie je ook een rode rand verschijnen om het scherm. Dus dat kleine schermpje, dat is mijn MacBook hier zo. En als ik hierop klik, dan zie je dus het grote scherm. Nou, dat zien jullie natuurlijk niet, maar dat zie ik hier zelf wel. En die schermen kan ik van elkaar verplaatsen. Dus als ik het vasthoud, dan kan ik hem zo naar de andere kant slepen. Want ik heb natuurlijk nu hier mijn MacBook en hier heb ik het grote scherm. Dus ik wil dat mijn MacBook hier aan de linkerkant is. En dan zie je dat hij dus het opnieuw instelt. En als ik nu mijn muis gebruik, dan zie ik dus dat hij super mooi doorloopt. Kijk, ik kan ze zelfs nog een beetje in hoogte verstellen. Dat kan ook nog. Dan hebben we hier ook nog een balk. En die kan ik ook verplaatsen. Want die balk die geeft namelijk aan welk hoofdscherm je gebruikt. Kijk, zoals je ziet zie ik nu niet het dock hier zo. Het dock onderaan, hè, dat is die rij met allemaal apps. Die kan ik ook hier opzetten. En dan betekent dat hier mijn hoofdscherm nu staat. Dus dan verandert hij het hier naar het hoofdscherm. Mocht je nou zoiets hebben van ik wil op beide schermen hetzelfde hebben, dan kan je ook nog schakelsynchrone weergave doen. Dus met dit knopje is eventueel ook nog een optie. Mocht je nou zoiets hebben van alles wordt al heel erg groot weergeven, of juist andersom, alles wordt heel erg klein weergeven, dan kan je hier bij beeldschermen klikken op geschaald en dan kan je het aanpassen. Dus dan kan je ervoor kiezen om alles wat kleiner te maken en dan klik je bijvoorbeeld hierop, meer ruimte. Maar je kan er ook voor kiezen om alles een stuk groter te maken en dan klik je hierop. En dan wordt alles super groot. En dit kan je dus per beeldscherm instellen. Dus ik stel het nu in voor het beeldscherm in mijn MacBook. Maar het kan je ook voor het andere beeldscherm instellen. Dat ga ik nu even laten zien. En als ik het voor het andere beeldscherm wil instellen, dan ga ik weer even terug naar Order Vensters hier zo. Dan krijg je namelijk ook dit venster erbij. En dan hebben we hier zo ook het knopje geschaald. Hier nog eventjes een toevoeging. Bij het ene externe beeldscherm kon ik de schaling niet aanpassen, maar bij het andere wel. Ik denk dat het iets te maken heeft met de resolutie.
Maar check in ieder geval even of het kan. Het kan wel heel erg handig zijn. Hier zie je ook even dat ik het doe bij het andere beeldscherm. Dus het is nog wel goed om te weten. Oké, we gaan door. Hier nog eventjes een andere handige optie. Je hebt ook de night shift. En als je daarop klikt, dan kan je dus instellen dat er na zonsondergang automatisch warme kleuren uit het kleurenspectrum op je scherm worden weergegeven. En dat zorgt er dus voor eigenlijk dat er meer blauw licht wordt gefilterd. En het scherm rustig is voor je ogen. En je dus er waarschijnlijk minder lang wakker door blijft. Dus dat kan wel een optie zijn. Dat kan je dus handmatig instellen. Maar je kan het ook van zonsondergang tot zonsopgang instellen. Of je kan het zelfs gewoon helemaal instellen van een bepaalde tijd. Dus je kan hier een schema doen. Even kijken hoor. Aangepast. Dan kan je zeggen van nou, van die tijd tot die tijd wil ik zeg maar de night shift hebben. Dat is ook een functie die je hebt op de iPhone. Aan het begin van de video hebben we het al even over dit adaptertje gehad. Die is ook te vinden op de Apple website. Maar deze is wel redelijk prijzig. En er zitten natuurlijk best wel weinig aansluitingen op. Dus als je al gelijk één USB-C poort kwijt bent, is het wel fijn als je hier een adapter hebt waar ook nog wat andere USB poorten op zitten. Ook bijvoorbeeld USB-A. Dus dan kan je die adapter gebruiken om verschillende apparaten aan te sluiten. Ook bijvoorbeeld een SD-kaart. Maar er zijn ook heel veel adapters van andere partijen die het nog steeds mogelijk maken om op te laden, maar ook nog heel veel andere aansluitingen hebben. Ik zal bijvoorbeeld even laten zien op Amazon hoe dat er dan uitziet. En wat nog wel belangrijk is om rekening mee te houden, is dat je bij een 4K scherm even moet opletten. Want sommige adapters ondersteunen niet 60 frames per seconde. Dus let er eventjes op dat als je een 4K scherm hebt, dat je zo'n adapter hebt die ook 60 frames per seconde ondersteunt. Ik zal nu even laten zien wat de mogelijkheden zijn voor die adapters. Kijk, dan hebben we hier een aantal. We hebben hier bijvoorbeeld een adapter. Hier staat ook al duidelijk bij 60 frames per seconde wordt ondersteund. Even kijken hoe het met de rest zit. Nou, hier zie je een hele reeks met van die adapters. Gebruik je trouwens een DisplayPort-kabel, dan kun je ook deze USB-aansluiting aan de zijkant gebruiken. Want ook een DisplayPort-kabel zorgt voor communicatie tussen je MacBook en deze aansluitingen. Alleen als je dus een HDMI-aansluiting gebruikt, dan is het niet mogelijk met zo'n beeldscherm om de USB-aansluitingen te gebruiken. Ik moet zeggen dat ik het persoonlijk wel echt super handig vind. Want ja, je hebt maar één kabel nodig en je kan hier lekker apparaten aansluiten. Het jammer wel van het beeldscherm is dat er geen USB-C aansluiting op zit. En er zit ook geen aansluiting op voor een SD-kaart. Dus dat mis ik dan nog wel. Als je nou echt het beste van het beste wil hebben, dan zou je ook kunnen overwegen om een beeldscherm van Apple zelf aan te schaffen. Maar zoals we hier al zien, zijn de kosten daar wel echt redelijk hoog voor. We hebben er eentje van €5500 en een van €6500. Mij lijkt het wel een heel mooi scherm. Dus als je wilt dat ik die ook een keer ga unboxen, klik dan zeker even op abonneren. Want dan heb ik überhaupt kans om het te kunnen kopen. Dus dat zou wel heel erg gewaardeerd worden. En bij dit scherm, hè, wat je hier zo ziet, dan heb je nog niet eens een standaard erbij. Dus moet je nagaan, dat is echt een hele flinke investering. Maar het scherm wat ik hier bijvoorbeeld heb staan, waar ik het al een paar keer over heb gehad, die heb je al voor rond de €400. En dat is ook gewoon een super mooi scherm. Ik heb ook nog een 4K scherm. En ik moet wel zeggen, als je kijkt naar 4K, dan ziet het beeld er gewoon wel echt heel erg mooi uit. Het is allemaal heel erg scherp. Je ziet gewoon geen pixels meer. En met dit scherm, het is dus niet 4K. Dit scherm heeft een resolutie van 2560 bij 1440. En als je dan kijkt, zie je nog steeds wel wat pixels. Dus dat is wel de vraag van, wil je dat? Ik heb er niet zo heel erg veel last van. Maar toch, als ik op mijn 4K scherm kijk, denk ik wel, wow. Het ziet er wel echt heel erg mooi uit. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Ik hoop dat je wat hebt geleerd over het gebruik van beeldschermen en Apple. Mocht je nou op de hoogte willen blijven van dit soort video's over Apple, klik dan zeker even op die abonneerknop. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Weet alles over online met Time2Guide. Word een digitale mastermind met Time2Guide.